Goedemorgen! U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Vrij veel bewolking boven Nederland, hier en daar een enkele opklaring, maar in het algemeen is het een grijs beeld vandaag. Het is wel op de meeste plaatsen droog, in de ochtend liggen de temperaturen op een graad of 10 en vanmiddag komt daar nog wel iets bij. Uiteindelijk halen we maximumwaarde van een graad of 11 in het noorden van het land en een graad of 12 in het zuiden. De wind waait matig, bij zee af en toe nog vrij krachtig windkracht 5 en als we een opklaring zien met een beetje zon is de kans daarop het grootst in het westen van het land. Ook vanavond vrij veel bewolking. ...maar meest droog aan de zachte kant met een graad of 9 op de thermometers. Morgen ziet het weerbeeld er iets anders uit, want dan is er wat meer kans op wat lichte regen. De zon heeft het moeilijk en de neerslaghoeveelheden zijn vooral in de avond wat groter. Temperaturen wel wat hoger, 11 tot 14 graden. En bij zee kan het ditmaal krachtig waaien met windkracht 6. Woensdag alweer wat meer zon en overwegend droog weer nog een enkel spatje. Donderdag een droge dag met geregeld zon en dan wordt het zelfs 14 tot lokaal 19 graden in het zuidoosten van het land. Maar vrijdag gaat de temperatuur weer iets omlaag en dan neemt de kans op neerslag toe. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.